Ik ben Wim Balieu. Met Avico toer ik door het hart van de Mediterranee, Mallorca. En vandaag ben ik aan de westkant bij Porte Soyer. Daar hebben ze fantastische gambas en Louis gaat me daaraan helpen. Ik heb nu al zin in mijn gambas al vino bianco met kruidenaioli, salade en rusti rondjes. Es para nosotros el mejor producto que existe en el mundo del mar. Okay. Es algo muy muy especial, muy muy sabroso, muy muy único. Yo he probado muchas gambas, tanto carabinero, pero como esta gamba, la finura que tiene no la tienen las otras. I can take them? Yeah. All right. Thank you, sir. Ik maak ultraverse gamba de Soyer. Ik ga ze puur natuur grillen met salade van spinazie en rusti rondjes met aioli. Dat is eigenlijk een look-mayonaise, ei, mosterd en zonnebloemolie. Klein beetje peper en zout straks. En dan die rusti rondjes. Het zijn eigenlijk rondjes van geraspte aardappel. En daar dan zo een lepeltje aioli op. Eindelijk onze gambas. Gewoon een klein beetje olijfolie, peper en zout. Kort grillen. De geur is fantastisch. Eigenlijk niet te vergelijken met die reuze garnalen die wij meestal kennen uit de diepvries. Even terug naar onze salade. Dus ik heb die mango's al in blokjes gesneden. Die jus van die mango vermengt zich met dat citroensap en de olijfolie. En dan komt die smaak van spinazie ultra tot zijn recht. We kunnen serveren. Rijkelijk veel van de gambas. Rusti rondjes erbij. Hier is het echt genieten, zo aan zee. En de gambas uit Soyer die zijn inderdaad verrukkelijk. Hier heb je vast zin in gekregen en het is echt super simpel om te maken. Op avico.nl vind je het recept.